zondag wordt het kazerneterrein aan de Groesbeeksweg omgetoverd tot een trotse markt. Dit unieke feel-good concept komt voor het eerst naar Nijmegen. Je mag het een markt noemen. Het is geen weekmarkt. Het is een trots, zo noemen we dat. Ons concept trots gaat over het delen van passie, kennis en bevlogenheid. En die standhouders die verzamelen we en daarmee maken we een markt. Dus we zijn op zoek gegaan in de regio naar een andere locatie. En om het frisse van de markt te blijven garanderen. En daar kwam eigenlijk Nijmegen naar voren. Lang gekeken in Nijmegen, Kronenburgpark, alle opties bekeken. Maar uiteindelijk dan toch via een klein omweggetje bij de Kraaienhofkazerne uitgekomen. De mensen gaan hier een heel breed gesorteerde markt zien. Van droge worst tot aan de laatste mode, prachtige glassen, sieraden. Vaak handgemaakt, eigenlijk merendeel handgemaakt. Of op ambachtelijke wijze, gemaakt in ateliers in het buitenland. Heel duurzaam, heel divers, elke keer een andere samenstelling, superleuk. Mensen kunnen van alles doen, ze kunnen lekker een drankje drinken bij in de kazerne, ze kunnen lekker gaan picknicken op het gras. De kinderen kunnen lekker voetballen, hula hoepen, noem het maar, een dansje maken met Oscar. Dat is een beetje de sfeer die wij willen uitstralen. Weet je, niets moet, alles mag. We komen in Nijmegen 5 keer dit jaar. We beginnen 26 maart en dan zijn we om de maand de vierde zondag te vinden op de voorterreinen van de kazerne. Er is ook food. Mensen kunnen heerlijk een heerlijke verse hamburger van een grote smoker eten. Biologische patat. Eigenlijk te veel om op te noemen. En daarnaast is er natuurlijk altijd een vaste kaart van in de kazerne van Mark Nijhuis en zijn brigade. En dat is natuurlijk een prachtige aanvulling. En op die manier ontstaat een hele mooie win-win-situatie. Op een locatie die in het oog springt, historische uitstraling heeft en die eigenlijk alle voorwaarden heeft om een fijne zondag te ontspannen en daar eigenlijk een hele dag door te brengen.